Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Start zijn landelijk woningbouwproject fase 1 Purwodadiweg te Lelydorp. 20 leden kabinet ronden BAVP-training succesvol af. En SPB bespreekt zorgpunten met de regering. Vandaag, 19 december, werd het startsein gegeven van het landelijk woningbouwproject fase 1 aan de Purwodadiweg te Lelydorp. Om dit project te realiseren is een public-private partnership aangegaan waaraan de overheid, de private sector en andere stakeholders samenwerken. Jullie hebben gevoeld, volk is onzeker geworden, volk is angstig geworden, volk bingi koskosi, tjaan saipsa, tjaan disi, todi, tjaan dati, maar even koers uitdalen, dan barosap suwaneng, even economie stabiliseren, dan barosap suwaneng, en woning hij bingi bouwen, dan barosap suwaneng, haal die negativiteit weg. Uit je hart. Lekster naar mang. Want er gebeuren ja ook veel positieve dingen. Lever die kritiek, maar wees eerlijk in je kritiek. Wees eerlijk in je kritiek. Kijk naar die resultaten ook. Natuurlijk moeten wij ook betere voorlichting geven. Beter communiceren met de samenleving. We gaan ons sociale schuld aflossen in de samenleving. En vanaf 1 januari... koopkrachtversterking van 2500 SRD naar 3500 SRD. En wokimoro. Maar ik kan je niet geven als ik niet heb. Kom tak je eerlijk. En mino abi, mino kangi. Maar ook al heb ik veel. Ik moet het zodanig uitgeven dat er geen druk ontstaat op die wisselkoers. Ik moet het zodanig uitgeven naar die samenleving dat er geen inflatoren werking heeft en de inflatie weer begint te stijgen, waardoor je waarde in SRD weer minder begint te worden. Want alleen door inflatie terug te brengen, straks volgend jaar naar 17%, geprojecteerd door IMF, weet u hoeveel waarde uw SRD meer krijgt in koopkracht. Alleen doe ik een beroep. Op die winkeliers. A koers uit dalen. Maar zijn het dalen? Zijn het dalen? Laat die prijs ook dalen in die winkels. Laat die prijs ook dalen in de supermarkt. Maar daarop ga ik niet zitten wachten. Mijn goedkoop voedselprogramma is al in implementatie met Foodbasket. En ik nodig jullie allemaal uit. Maak die contact met het team van Foodbasket en laat er een Foodbasket in je eigen omgeving komen. De prijzen zijn 40-50% lager dan de supermarktprijzen. Mijn mensen, en als alles stabiel is, dan is het tijd om te bouwen. En we hebben verschillende modaliteiten. Laat me alvast beginnen met al die mensen die zoveel percelen gehad hebben. En waarbij de klacht binnenkwam, ja maar president, we vinden grong. Maar mijn man door mijn grond. Want mijn grond is een boosie. Mijn grond is op passie. Dus toen hebben we beleid omgebogen. Het heeft geen zin om constant percelen te verdelen. En mensen hebben geen toegang tot het perceel. Dus project, regering, ga ontsluiten. Ga ontsluiten. Dat doen we op Reeberg. Dat doen we op Pepreping, Kwarasang en dat doen we op Merveille, Santa Boma. Ik ga straks kijken hoe ver ze zijn. En ik ga ook kijken hoeveel mensen begonnen zijn te bouwen. Want dat was die afspraak, maar met passie en jouw bouw.
Ja, maar president Fouwe bouw een op money. Meneer Mark, ga praten met de financiële instituten. Ik breng goedkoop kapitaal voor je. Nu verhoogd naar 1,6 miljoen SRD. Tegen 7% rente met een goede betalingsafspraak voor jullie allemaal. Dat is één type. Zelf bouwen. Memek passie geju. Mocha stroom geju. Mocha water geju. Go bouwen. Eén type. Je mag zelf bouwen hoe je hebben wil, wat je hebben wil. Tweede type is voor wat lagere inkomensklassen. Affordable housing. En zo heet het ook, Affordable Housing Project Program, AHP. Waarbij wij u een financiering geven van 15.000 Amerikaan dollar voor bouwen of zo. En jij krijgt van ons, via de leningstructuur van Islamic Bank, 9.000 Amerikaan dollar. En de rest kan jij inkomen tot 6.000 Amerikaanse dollar. Nou, een probleem geef je. We gaan die 6.000 waarmee je inkomt koppelen aan diezelfde 7% lening. Ben je binnen 5 jaar in lossen afgebaat. Tweede type. Gelaunch in Nigeria afgelopen weekend. Maar hoeveel met 120 mensen? 104 mensen hebben hun AHP-certificaat gehad. En ik heb afspraak met hun. Ik ga daar februari voor de eerste steenlegging. Huh? 3 februari ga ik jullie waarom ze datum van 3 februari hebben gekozen. Ja, ga ik daar, Nikeri, om te kijken, eerste steenlegging. Dan hebben we derde modaliteit, dat is public-private samenwerking. Zoveel particulieren hebben land. Zoveel particulieren hebben hun grond bouwrijp gemaakt. Maar ze verkopen kavels. Tegen 15.000, 17.000, 18.000 kavels. En wij hebben gevraagd welke particulieren samen met de overheid, samen met de financiële instelling, samen met de burger en nog zoveel andere instituten. Want terwijl je dit project doet, moet je ook met EBS praten. Terwijl je dit project uit moet je ook met SWM praten. Want we hebben geen enkel behoefte aan neerzetten van woning zonder elektra, zonder water. En je moet die infrastructuur ook aanleggen. En dat is die deal. Je gaat je prijs omlaag brengen. En wij komen dan in met infranutsvoorziening. Uiteindelijk om die burger te helpen. Want de staat kan niet alleen. Er zijn op dit moment, ik heb de inventarisatie gevraagd, Mark. Op dit moment zijn er zoveel projecten gebouwd tijdens vorige regeringen. Allemaal niet afgebouwde projecten. Tientallen halve woningen, kwart woningen, die liggen daar nog steeds in een bos. Allemaal vernietiging van kapitaal. En dat wil ik niet. Dus wat we gedaan hebben, financiën zoeken. De financiële middelen zijn er. De gronden zijn er. Er is een goede afstemming geweest voor wat betreft vaststellen van die prijzen. De financieringsinstellingen zijn er zoals de banken. De internationale financiering is zoals de IDB. En we zoeken nog meer. Binnenkort maak ik meer middelen vrij vanuit IDB-fondsen. Waarvoor we al 150 miljoen US dollar gehad hebben van IDB. Een deel gaat naar woon en bouw. Met de Saudi-fonds van Saudi-Arabië. Waar er triljoenen liggen, je hoort het wel, triljoenen liggen. Daar krijgen we ook ondersteuning, ook voor woningbouw. En we gaan bouwen. Alleen doen we het samen in een public-private samenwerking. Waarbij uiteindelijk het doel is dat we samen de samenleving gaan helpen. Samen de burger gaan helpen. Mijn mensen, 3 jaren, tough time. There's no time to give back. To give back to the people. En dat is wat we doen. Met ons programma. En het komt goed. Mandi mandi sabede. Kosi kosi sabede.
ontevreden zijnde, draag het over aan die kerstman. En met een kerstmantje. En neem die liefde van onze schepper. Al lobby voor Masaragado. Teken naar uw ati. Hou van elkaar. Geef respect aan elkaar. Geef tolerantie. Dat na goodu sawu abi. Die nation binding. Die broemtje jari. Waar we samenleven met alle culturen, alle religieën. En alle etnische groepen waar de rest in de wereld gevochten wordt om je afkomst, om je geloof, om je etniciteit. Hier leven we samen. Coherenzo. En laat critici dat niet komen vergiftigen met hun gif van etniciteit. Gif van verschillen in groepen en standen. Ik ga jullie allemaal feliciteren met dit project. Coördinatieteam Landelijk Programma. Bedankt voor de coördinatie, maar ook op begin ook. Zo, alle aannemers, ook bedankt voor de ondersteuning. Minister Owe, ook bedankt. En natuurlijk parlement. Dit verhaal moet op een eenvoudige wijze uitgelegd worden, zowel aan het parlement als aan het volk. Allemaal gefeliciteerd en may God bless you all. Thank you. Na een training van ruim 5 maanden hebben 20 leden van de kabinetten van de president en van de First Lady succesvol de training tot buitengewoon agent van politie afgerond. De training is verzorgd door de Safety and Security Academy Suriname en de diploma-uitreiking heeft op 12 december 2023 plaatsgevonden in het perscentrum. Het gaat om een kabinet personeel van de president en de first lady, die allemaal hebben deelgenomen aan die BAVP-opleiding. In totaal zijn we begonnen met 24 kandidaten. Uiteindelijk zijn er vanwege omstandigheden 3 uitgevallen. Eentje is afgewezen en hebben dan 20 de opleiding met succesvol afgerond. Even cumuleren, die opleiding duurt ongeveer 4 tot 5 maanden. En dan heb je theoretische vakken, strafrechtsvordering, bijzondere wetten, procesverbaal, een rapport. En nog een paar vakken natuurlijk. En als je dat gedeelte met succesvol hebt afgerond, dan komt het praktische gedeelte, dat is wapenleer en schietvaardigheid. Toch? Dat alles duurt ongeveer 4 maanden. Er zijn fysieke trainingen, toch FT, fysieke vaardigheden. Fysieke training eraan verbonden, dus een zelfverdediging. Dus het is in feite een heel pakket waaraan zo'n cursus moet voldoen om als te zijn. Om te slagen. En daarvoor heb je ook een wervingstraject. Toch? De persoon moet zich onderwerpen aan een medische keuring, een psychologische test en ook een milieu-antecedenten onderzoek. Toch? Dus je komt niet zomaar binnen stappen, er wordt eerst gescreend. En als je die screen hebt doorlopen, word je dan toegelaten tot die opleiding. Oké, de taken zijn sowieso opgenomen in het handvest. Wat gaat erom, kort gezegd, dat die BAVP'er in feite de persoon wordt de opsporingsambtenaar. Toch? Dus als je beëdigd bent, word je opsporingsambtenaar in de zin van de wet. Conform artikel 134, strafvordering. Dus je krijgt de bevoegdheid. Toch? Je wordt opsporingsambtenaar. Dat is het in feite. Je bent sowieso een bevoegd om procesverbalen op te maken. Toch? Je bent bevoegd om staande te houden. Dus je krijgt in feite bevoegdheden. Als er zijn opsporingsambtenaar, krijg je bevoegdheden door de wet toebediend. Dat je bepaalde, je mag bepaalde dwangmiddelen uitvoeren. Toch? Die de wet voorschreef. Zoals staande houden, aanhouden. Toch? Dus je wordt dan opsporingsambtenaar met dwangmiddelen, met bevoegdheden omkleed. Ze zijn heel vaak in bepaalde functies die het wel vereist dat ze dan een opsporingsambtenaar worden. Toch? En vanwege hun taken en bevoegdheden binnen het kabinet is het dat wel aan te bevelen dat ze sowieso een zo'n opleiding moesten volgen. Dus het is aan te bevelen. Dus dat vanwege hun werk, hè, is het aan te bevelen. Niet dat het moet, toch, maar het is een... Vanwege bepaalde taken. Bijvoorbeeld mensen van de beveiliging. Het is aan te raden dat zo iemand dan weet wat er in zit binnen zo'n traject dat de persoon met bepaalde wetten wordt equipped met bepaalde bevoegdheden. Dus vandaar. Je bent bevoegd. Bijvoorbeeld aan te houden buiteneter, dat is één van ze. Toch? Je weet ook hoe een procesverbaal op te maken. Je leert bepaalde zaken. Je wordt een beetje toegewijd in het strafrecht, strafvordering. Dus het is in feite een heel pakket voor zo iemand. De persoon wordt equipped. Voor zover ik mij kan herinneren, niet
bij de vorige regering was het wel ook zo dat er een BAVP-opleidingen vanuit het kabinet van de president werd geïnitieerd. Dus het is niet de eerste. Maar voor de SSAS is het wel de eerste. Dat wij het mochten verzorgen. Maar daarvoor is het wel zo geweest. Het is normaal gebruik hoor. Het is gebruik dat er mensen van het kabinet dan worden klaargestoomd om een BAVP-opleiding te volgen. Het is gewoon gebruik. De afgelopen periode was een hele leuke periode. Ik heb heel veel nieuwe collega's leren kennen. De opleiding zelfs als BAVP'er. Het is heel interessant. Mag niet jokken. Er zijn heel veel wetten. Ik dacht ook dat bepaalde dingen makkelijk waren, maar ik heb zelf gezien hoe ingewikkeld het is. Het was heel veel offeren ook. En ja, ik ben blij dat de groep het ook heeft mogen behalen. En we hebben genoten ervan. Ik mag niet ook. Dus dank u wel voor alles. Ik bedank het kabinet van de president ook bij deze. Naar aanleiding van brieven gericht tot de regering, heeft de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven op 18 december 2023 een meeting gehad met president Chandrika Persat Santokhi. Bij deze bespreking waren ook de ministers van Financiën en Planning en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie aanwezig. De VSB heeft hierbij enkele zorgpunten bekendgemaakt, waaronder issues van het bedrijfsleven en het fungeren van het tripartiet overlegorgaan. We hebben een meeting gehad met de president omdat we een brief hadden geschreven in september en ook een brief weer in oktober. En een aantal zorgpunten die het bedrijfsleven had, wilden we bespreken met de president. En dat hebben we vandaag gedaan. Het tripartiet overlegorgaan dat al sinds vorig jaar bestaat en ook dit jaar verlengd is. Daar hebben we dus dat de ministers in zitten en het bedrijfsleven in zit, maar ook de vakbonden in zitten, alle sociale partners. En samen in het tripartiet overlegorgaan worden zaken besproken om een economische ontwikkeling in het land en een sociale welvaart in het land te bevorderen. De afgelopen periode is het niet zo goed gelopen, het tripartiet overlegorgaan. Al maanden is er niet vergaderd. We hebben nu de president gevraagd om ook zelf aan te zitten bij de tripartiet overlegorgaan. We zijn heel erg blij met de commitment en de toezegging dat hij nu elke maand, één keer per maand, samen met alle partners zal zitten om het tripartiet overlegorgaan zelf te leiden in het begin. Dus daar zijn we heel happy mee. Dus zoals het tripartiet overlegorgaan liep, daarover heeft de minister van Financiën aangegeven dat het moeilijk was om 4 ministers in de meetings te hebben. En dat we misschien moeten gaan kijken om minder ministers van wie hun drukke programma's in zo'n meeting te hebben om werkelijk besluiten te kunnen nemen. Want er waren 4 ministers minstens nodig om een besluit te kunnen nemen. En dat ging moeilijk. Dus nu gaat het 1 door de president zelf getrokken worden. En misschien ook daardoor sneller besluiten genomen worden. Dus met inbreng van wat de minister van Financiën heeft gezegd, heeft dus de president een besluit genomen om het zelf te leiden. Dus dat zal wel goed gaan, denken we. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.